Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Opel dealer Jetten Kuik. Omroep Land van Kuik. Vierdaagse journaal. Wim. Schoenen zijn ontzettend belangrijk tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Maar met schoenen alleen ben je er niet. Want sokken zijn net zo belangrijk volgens mij. Ik heb naar mijn idee zelf misschien nog wel belangrijker. Minstens zo belangrijk eigenlijk. Want wij praten altijd over de drie eenheid. Voet, sok, schoen. Die combinatie moet perfect zijn. Want je wil natuurlijk geen blaren lopen. Je moet ervoor zorgen dat zo'n sok droog blijft. En dan wordt die huid minder nat. Minder kans op blaren. En daarvoor hebben we functionele sokken. En wat is het belangrijkste aan een goede wandelsok? Je hangt een hele serie wandelsokken. Voor mij is het allemaal hetzelfde, behalve keurtje. Abracadabra, abracadabra misschien. Maar nee, we hebben heel veel verschillende sokken. Maar vooral bedoeld om een extra demping te geven voor de voet. Goede vochtafvoer en een goede pasvorm aan de voet. Daarom bestaan dat dames en heren sokken. Gemaakt op de damesvoet en de heren leest. En in functioneel materiaal dat die vocht regulerend is. Dus die transpiratie afvoert. Het is ook heel vaak links en rechts staan. Absoluut. Maar maakt dat nog iets uit? Want een sok is toch een sok? Een sok is een sok. Maar links en rechts is natuurlijk het allermooiste wat je kan hebben. Dat je anatomisch gevormde sok hebt die je voetvorm volgt. Minder overtollig materiaal bij je tenen, dus minder kans op plooitjes die blaren kunnen geven en irritaties kunnen verzorgen. Dus, en naden? Naden zitten er altijd in, maar niet voelbaar. Dus een sok wordt altijd gesloten met een naad voor aan de teen, maar niet voelbaar. En dan kan je prima die vierdaagse uitlopen. Wandelaars krijgen zo'n goodiebag tasje mee. Wij waren heel erg benieuwd, wat zit daar nou in? Nou, we hebben er ook eentje weten te scoren. Laten we eens kijken wat erin zit. Heel veel kortingsbonnen. Nog meer kortingsbonnen. Muggenspul, als je gebeten wordt van een mug. Zakje chips. Dropjes. Nog meer dropjes. Voor stijve spieren. Chocoladebar. Nog meer dropjes, water, wat heel belangrijk is. Dat was het eigenlijk een beetje, dat zit eigenlijk allemaal in een goodiebag. Dus daar lopen ze allemaal mee te sjouwen en ben benieuwd wat ze er allemaal mee gaan doen. Want het is en blijft toch allemaal maar meuk wat je mee moet zeulen.
goedemorgen hier uit Elst. Het is al 7 uur. Mijn cameraman Sam en ik hebben het gevoel of het al ergens einde van de dag is. Zo vroeg zijn we al op, want we hebben hele mooie opnames al gemaakt bij de brug. Die heeft u al gezien. En nu zijn we in het mooie Elst. Wow, wow, wow. De dag van Elst. De blauwe dinsdag. Hoe belangrijk is eigenlijk zo'n doorkomst voor de gemeente Elst? Ja, ongelooflijk. Het is een feest voor de wandelaars, maar ook voor de feest voor al onze inwoners. Het is een feest van saamhorigheid. En dat zie je hier, dat voel je. Je ziet mensen groeien. En dat is gewoon echt geweldig. Daar word ik heel blij van. Daar kunnen we een jaar op teren. Kunt onze kijkers ook eens even uitleggen waarom eigenlijk dit nou de Blauwe Dinsdag heet? Ja, het was de gelegenheid van de 100ste Vierdaagse. Hadden wij met een knipoog zeg maar, naar Roze Woensdag. Hadden we gedacht, van, wij moeten ook een thema bedenken. En wij liggen hier natuurlijk in Elst tussen de rivieren. En het is de enige dag van de Vierdaagse dat ze de Waal overgaan. Dus toen hadden wij Blauwe Dinsdag bedacht. En zo is het geboren. En dat is nu een traditie geworden. Heel mooi. Hoe is je, Robert? Ja, goed. Hoe is het met jou, Frank? Want ja, de eerste twintig zit er bijna op. Ik wou zeggen, gisteren hebben we samen een biertje gedronken. En vandaag ja, jouw eerste 20 kilometers van jouw tweede Nijmeegse Vierdaagse. En we gaan even aan de kant, anders dan loop je daar je dingen. Maar hoe gaat het verder? Ja, voor de rest goed. Goed in de benen. Lekker vroeg begonnen. Was eventjes druk bij Oosterhout een stukje in het begin, maar daarna ging het al prima. En nu is het goed te doen. Loop een stukje met je mee, want anders dan blijf je hetzelfde ritme houden. Ja, dat is zeker. Hoe gaat het verder nu? Heb je nog plannen? Ga je daar nog lekker rusten? Ga je nog leuke dingen doen? Ik heb een collega hier toevallig in Elst tegengekomen. Ja. En dan na Elst ergens een rustpuntje pakken natuurlijk. Hè. Dan hebben we er ruim 20 kilometer opzetten. 4 uurtjes lopen, dat is meestal mijn rustpunt. Ja, je hoort het en je ziet het, kijkers. Hij is nog zo fit als een hondje. Dus dat gaat helemaal goed komen. We wilden hem een biertje aanbieden, maar hij loopt gewoon door. Want hij krijgt daar bij iemand anders nog een biertje. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik zeg Frank, tot aan de finish. En anders zien we jou morgen weer op de Roze Woensdag. Goed zo, doen we. Mooie dros. Doei doei. En ik weet zeker dat jullie de wedren gaan halen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Volg gewoon degene die voor je loopt. En dan komt het goed. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door open dealer Jetten Kuik.